Ondernemersnetwerk 024 organiseert op 18 en 19 mei op de Grote Markt een fundraiser voor de stichting Onky Donky. Deze stichting biedt kinderen met een beperking een bijzondere dag in Ouwehands Dierenpark. Wij gaan op de Grote Markt een sponsorhuis plaatsen. Een beetje à la glazen huis van Serious Request, maar dan het sponsorhuis van het Lekker Nijmeegs. En daar gaan 6 man 24 uur in, waar onder andere ikzelf ook en Corien en nog 4 heren. Die stichting Onky Donky die heeft een hele indrukwekkende wishlist samengesteld. En het doel van die 6 mensen die daarin zitten is om in die 24 uur die ze de tijd hebben om zoveel mogelijk van die wishlist te verwezenlijken. We waren op zoek naar een goed doel in Nijmegen of omgeving, de regio Nijmegen. En met stichting Onky Donky hebben we wel een link via de familie Boekhoren natuurlijk en de Ouwehands Dierenpark. Dus dat was voor ons een redelijk logische keuze. Hoe wil het ondernemersnetwerk mensen in de nachtelijke uren gaan bereiken? Eerlijk is eerlijk, ze checken donderdag om 5 uur in. Ja, tot hoe laat kun je mensen bellen? Tot een uur of 8, 9, 10 s'avonds of zo. Maar daarna is het al afgelopen. Maar ze moeten dan in die uren zullen ze campagnes moeten gaan verzinnen waarmee ze 's ochtends om 8 uur, 9 uur gelijk kunnen gaan knallen. Ik heb erover proberen te brainstormen. Maar ik denk dat ik mensen ga afspreken dat ze mij om 2 uur gaan bellen. En die ga ik proberen te strikken voor 19 mei. Het is de eerste editie inderdaad. En ik moet ook zeggen, we zitten nog 2 weken voor de datum. Dus ik begin ook wel een beetje cold feet te krijgen. Want er zijn nog zoveel dingen te doen. Allemaal dingen die je nu pas gaat realiseren. En die je gaandeweg denkt, oh wacht eens even, dat moet ook nog even gebeuren. Dus het is echt een try-out. Maar we willen zeker een jaarlijks terugkerend evenement laten worden. Ja. Sowieso de bekendheid is voor mij ook heel belangrijk. Dat onze naam, want we zijn nu 10 maanden of 11 maanden aan het draaien. Dus ik denk sowieso de naamsbekendheid zou heel fijn zijn. En dat we daar steeds groter in worden, want we draaien toch al landelijk. Maar ja, uit de omgeving is het natuurlijk het mooiste. Daarom hebben we ook voor de donderdag de vrijdag gekozen. Donderdagavond koopavond natuurlijk. Dus een hoop exposure gewoon in de stad op de Grote Markt. En vrijdag vanaf 4 uur begint de borrel. Waarbij we in principe inzetten op ondernemers. Maar iedereen is daar van harte welkom. En de opbrengsten van de consumptie die daar genuttigd worden, gaan allemaal naar het goede doel. Dus ik zou het heel leuk vinden als er mensen komen kijken. Inderdaad. De dag is voor mij geslaagd als we voldoende geld hebben om heel veel jonge kinderen erg gelukkig te maken. Als de sfeer goed is geweest en iedereen tevreden is uiteindelijk, dan ben ik ook blij.